zich ontwikkelend de volwassenheid bereiken. En tot besluit van deze nieuwsuitzending, de wisselkoersnoteringen afkomstig van de Centrale Bank van Suriname. Nederlandse gulden voor bankpapier, aankoop 316, verkoop 323, dat waren dan de wisselkoersnoteringen. Het is heel, heel slecht gesteld. Ik bedoel, vroeger met dat geld wat ik hier had, kocht ik zo'n 500.000 Nederlandse guldens. Toen de koers nog 1 op 50 Nederlandse centen was. En nu? Nu is het bar slecht voor 1 Nederlandse gulden. Kreeg ik vroeger voor 1 Surinaamse gulden, 2 Nederlandse gulden. Vandaag aan de dag wil ik een Nederlandse gulden hebben, zou ik zeker 450 Surinaamse gulden moeten neertellen. Hij staat hier om 4 uur. En meestal is hij al hier als ik hier kom. En dan moet je vanaf 4 uur tot soms 9 uur komt dan de melkwagen. En dan kan je niet meer dan 2 pakjes melk kopen. Nou heeft iedere huishouden melk nodig. Alsjeblieft gepast, dan gaat het snel gaan. Oké? Okay? Ja. Stefan, hallo. Nee. Dank u wel hoor. Nederland, help! Nederland, help! Voor de Tweede Wereldoorlog was het erg slecht. Kregen we voor bananen 2 centen per kilo. Ja. 3 centen per ei. Ja. 3 bossen kousenbanden voor 1 cent. En nog kon je het niet verkopen. Nog kon je, omdat er geen geld was in Suriname. Na de Tweede Wereldoorlog is het veranderd hier in Suriname. En nu is het toch eigenlijk ook weer slecht aan het gaan? Ja, het is slecht, slecht. Maar er komt een verandering. Er komt een verandering. Ik zeg het, er komt een verandering. Hoe bedoelt u? Dat het anders gaat worden. Dat het niet zo erg meer is met die prijzen. Denkt u dat ook niet? Zou u willen dat Suriname weer deel uit zou maken van Nederland? Ja, graag. Dat zou ik willen. Maar Suriname wil ik blijven. Hier moet ik blijven, hier ben ik geboren, hier moet ik, ja. Mijn kelder is naast mijn man al hoor. Dat is op, dus daar ga ik ook. Moet ik ook gaan. Aanvankelijk hebben de boeren bij Paramaribo een vrij gesloten gemeenschap gevormd. Niet bewust, maar ze woonden ten westen van Paramaribo en veel boeren zagen in het dagelijks leven niemand anders dan de andere boer. En wanneer je dan verliefd wordt, gaat trouwen, dan is dat met die andere boer die je ontmoet. Maar in de jaren 20, 30 van deze eeuw, dan beginnen de boeren contacten te krijgen met Paramaribo. Ze brengen hun producten naar Paramaribo, leren daar mensen kennen, hun kinderen gaan naar school in Paramaribo, krijgen daar hun vrienden. En dan zien we dat ook de boer begint te integreren in die gemeenschap. Daar komt de echte integratie op gang. En als zo'n beweging eenmaal start, dan heeft het een sneeuwbaleffect. Dan gaat het in een steeds sneller tempo. En we kunnen zeggen dat de boeren nu in deze gemeenschap een volledig geïntegreerde groep zijn in de samenleving. En dat zij ook volledig geaccepteerd zijn in die samenleving. '71 word ik reeds hoor. Maar ik voel me nog als een jongen van 20. Ja?
Ze zeggen, werken maakt iemand niet kapot. Wat doet u met deze vogels? Ik kweek ze, het is een liefhebberij van me. Het is mijn, laten we zeggen, mijn enige hobby nu. Ik hield van voetbal, ik hield van dansen. Maar nu ja, ik heb gevoetbald. Het is mijn enige hobby ook op tv hoor, voetballen. O jee, en vooral als Nederland speel, ben ik niet te houden. Enorm georganiseerd, discipline. Precies dingen waar ik echt niet zo van houd. Ik hou een beetje van losbandigheid, ik moet een beetje vrij zijn, ik moet een wetje kunnen overtreden zonder dat ik word opgepakt. Ja? Dat is het leuke hier in Suriname. En hier in Suriname, kijk, lekker jungle, dit is mijn leven. Als ik één dag vrij ben, dan ben ik in het bos. Ja? Met die mooie honden van ons. Katten. He? Jij bent bang nog, je moet het nog leren. Je heb je in 1975 bewust gekozen om Suriname te worden? Ja, ik heb bewust gekozen. Bewust gekozen voor de Surinaamse nationaliteit. Een Nederlandse kolonie. In dat jaar veroverden de Nederlanders Fort Zeelandia aan de monding van de Suriname rivier op de Engelsen. De Nederlandse planters brachten er Afrikaanse slaven om hun suiker- en tabaksplantages te bewerken. Hoewel er steeds minder plantages kwamen, brachten de Nederlanders in de vorige eeuw ook Hindoestanen en Javanen naar het land. In de jaren 30 werd er bauxiet gevonden, de grondstof voor aluminium. Na de Tweede Wereldoorlog werden de eerste politieke partijen opgericht. Veelal langs etnische lijnen. In 1949 werden de eerste verkiezingen gehouden. Nederland wilde dat haar kolonies zo snel mogelijk op eigen benen konden staan. Onder de Surinaamse bevolking was wel of geen onafhankelijkheid een groot politiek thema. Veel Surinamers zagen hun onafhankelijke toekomst somber in en bleven liever verbonden met Nederland. Al in de jaren 60 verruilden mensen Suriname voor Nederland in de hoop daar een nieuw bestaan op te bouwen. Zij verlaten een land waar meer dan 25% van de beroepsbevolking werkloos is en waar het leven, ook al als gevolg van de inflatie, steeds moeilijker wordt. Hun Nederlandse paspoort garandeert hun een opvang in ons land. Voor zover ze niet door familie op Schiphol werden afgehaald, worden de Surinamers met autobussen vervoerd naar een van de opvangcentra die door het Centraal Bureau Uitvoering Vestigingsbeleid Rijksgenoten in ons land zijn ingericht. Vlak voor en na de onafhankelijkheid nam de uittocht massale proporties aan. Het mocht de feestvreugde niet drukken, de 25e november 1975. In aanwezigheid van de toenmalige koningin Juliana werd de macht overgedragen aan de regering van de Democratische Republiek Suriname. Het is maandagavond en het is even voor middernacht. En dat is het lang voorbije tijdstip waarop Suriname, zoals men het hier zegt, vrij zal zijn. Waarop Suriname onafhankelijk zal worden van het Koninkrijk der Nederlanden.
Suriname dus eindelijk, waar zoveel zo lang op hebben gehoopt, een zelfstandige republiek, een zelfstandige natie, een eigen staat. De regering Aron leidde het land de onafhankelijkheid in. Al vrij snel kwam er kritiek op de Surinaamse regering. Ze zou incompetent en corrupt zijn. Al 5 jaar na de onafhankelijkheid, in 1980, werd de democratisch gekozen regering terzijde geschoven door legerleider Bouterse. De verhoudingen tussen Suriname en het voormalige moederland bereikten een dieptepunt na de zogenaamde decembermoorden in 1982. 15 tegenstanders van het regime Bouterse werden zonder pardon geëxecuteerd. De voormalige lijfwacht van Bouterse, Ronnie Brunswijk, begon vanuit het oerwoud met gewelddadige aanslagen tegen het regime. Door de Nederlandse politiek werd Brunswijk's zogenaamde junglecommando aanvankelijk verwelkomd als een alternatief voor het militaire regime van Bouterse. Maar de rebellie bleef beperkt tot het Surinaamse oerwoud. De laatste jaren is de politieke situatie in Suriname wat aan het verbeteren. Sinds een paar jaar zit er weer een burgerregering onder leiding van president Venetiaan. Hoewel het leger nog steeds machtig is, is de invloed van Bouterse minder groot dan voorheen. Maar economisch is de situatie in Suriname rampzalig. Het land heeft jarenlang de financiële steun van Nederland moeten ontberen. En ook nu is de ontwikkelingshulp aan de voormalige kolonie nog niet volledig hervat. Het is de vraag of 20 jaar onafhankelijkheid reden voor een groot feest is.